De boom van het jaarverkiezing is in volle gang. Een boom in Maasniel doet mee en maakt zelfs kans op de overwinning. Vergroening en goede groeivoorzieningen zijn doelen die de gemeente Remond heeft en nastreeft voor de toekomst. Ik was de boom al een keertje tegengekomen op Instagram. Het kan ook bijna niet ontgaan zijn als zo'n boom 3000 volgers heeft. En vandaag wil ik toch ook eigenlijk even met eigen ogen komen kijken. Juist omdat ze meedoen met de verkiezing boom van het jaar. Wat ik nou zo leuk vind ook aan deze boom, is dat hij ja, echt 150 jaar oud is. Een flinke boom is het, is het geworden. En het laat zien wat een boom uiteindelijk ook voor een omgeving kan gaan betekenen. En daar ligt een grote opgave voor de gemeente Remond. Bijvoorbeeld rondom vergroening. Afgelopen jaren hebben we daar hard aan gewerkt. Ik noem maar een paar voorbeelden. Tiny Forest hier in Maasneel. Maar ook het busstation bij de stationsomgeving. Daar hebben we een paar hele mooie stevige bomen neergezet. De vergroening op het Munsterplein. Zomaar drie voorbeelden van de activiteiten en de programma's die we in de afgelopen drie, vier jaar met elkaar hebben gedraaid. Maarten van Essen en zijn vrouw zijn de trotse eigenaren van een oude lindeboom in Maasneel. Zij doen mee aan de Boom van het jaarverkiezing. Die plaatsvindt op maandag 18 oktober. We zijn hier bij de pastorie. Wij wonen daar al 12 jaar en dit is zo'n prachtige, mooie boom. Wij genieten daar dagelijks van. En ik zet Elke dag zet ik een foto van deze boom op Instagram. Uh, en al bijna 3000 mensen uit de hele wereld die volgen die boom. De gemeente heeft verschillende projecten met als doel om Romond zo groen mogelijk te maken. Een van deze activiteiten is het bomenprogramma. Remond doet mee in het 1 miljoen bomenplan van de provincie. In Remond gaan we 9.500 bomen extra planten. En dat doen we in het stedelijk gebied en dat doen we in het buitengebied. Maar dat doen we ook met behulp van de inwoners in de tuinen van de mensen zelf. En daarmee gaan we uiteindelijk Remond verder vergroenen. En ja, maar dat is het belangrijkste doel. Dat we de biodiversiteit helpen, dat we klimaatadaptatie een plaats geven. Dus een boom helpt mee aan het tegengaan van hitte, maar zorgt er ook voor dat water beter infiltreert. Maar wat natuurlijk ook heel belangrijk is, is dat een boom altijd een prettige plek is om ja, onder te zitten of bij te zitten of in de buurt te zijn. Mensen zijn gezonder in de buurt van groen. Dat allemaal samen dat, dat zorgt ervoor dat de aanplant van groen gewoon ontzettend belangrijk is. Voor nu vragen we u om één boom in het bijzonder te steunen. En dat is de Oude lindenboom in Maasniel. De boom is dus de kandidaat voor de provincie Limburg. Dat ging heel erg goed. We hebben een paar weken op nummer 1 gestaan, tot vorige week. Toen is Rotterdam ons voorbij gestreefd en dat kunnen we natuurlijk niet laten gebeuren. De boom van het jaar die moet in Roermond staan. Dus allemaal stemmen. Dat kan op www.deboomvanhetjaar.nl Dit is boom nummer 6. Even je e-mailadres achterlaten. Dan krijg je ook nog een e-mail waar je je stem moet bevestigen en dan telt die echt. Dus even allemaal stemmen, dan wordt Roermond de stad waar de boom van het jaar staat.